Wc's. Oh, kijk. Dat wordt nog wat. De wc's daar ook. Nou, dit is dus jurk nummer 1. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 20 september 2019. En ik krijg allemaal kusjes van die kleine meid. Ja, en vandaag is het weer school. En Ro, die gaat gezellig mee. Die mag lekker alles vandaag doen met de nieuwe coördinator. En dan is het nog één weekje en dan is ons interim coördinator weg. Ja. Ja, volgende week vrijdag is de afscheid van haar. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar we blijven contact houden, scheelt weer. Ja. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Nou, dit is dus jurk nummer 1. Ik heb een hele lage décolleté. En ja, ik vind hem niet echt heel erg mooi bij mij passen. Hij leek heel mooi. Maar nee, dat wordt hem dus niet. Wat je dus ook hier kan zien, dat doet hij weer zo. Kijk, wat je ook kan zien in de... Nee. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Nee, dit wordt hem niet. Nou, dit is jurk 2. Zonder blazer even nu nog. Ro, die vindt dat het mij de mooiste staat. Maar ja, ik ben niet echt een jurkenmens, dus dan moet ik het ook zeker niet doen. Nee, precies. Dan moet ik het totaal niet doen. Maar zoals je ziet... Kijk, het is hier wel heel mooi afgewerkt, maar nee, ik zeg al, ik ben geen jurkenmens. Dus ik ga hem ook niet doen. Nee, maar ik ga wel nog even een blazertje aandoen en dan laat ik het zo meteen nog even in. Dit is dus met een blazer. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Het is met een open ruggetje. Kijk. Ja, open. Met kant er eigenlijk in. Maar nee, dat wordt hem niet. Dus ik ga toch wat anders aantrekken. Maar wat? Dat is een geheim. Dat laat ik morgen aan jullie zien. Dat is helaas niks geworden. Dus ik denk dat ik gewoon iets doe vanuit mijn eigen kast. Met andere schoenen aan. Met houtmuts en met wat laars of zo. Dus daar ga ik nog even snel naartoe naar Van Haren. Dan hoop ik dat ik daar wel kan waargenomen. Dus wordt het gewoon echt iets uit mijn kast en wat ik al heb. Ik kan goedkoop naar het feestje. Ro, en die is de pakkezel. Voor deze jas wordt er geen reclame gemaakt. Nee. Daar worden we niet voor gesponsord. Helemaal niet. Nee. Dus even kijken hoe ver ze zijn bij de wc's. Oh, kijk. Dat wordt nog wat. De wc's daar ook. Ja, allebei één, schat. Allebei één. Daar één en daar één. Weet ik niet. Dus eens kijken welke eerder is. 1 en 1. Ze staan alle. Ja, en 0. En die gaat eerder open. Inderdaad. En de enige dag wanneer ik dus een jurk heb gehad, dat is dus op mijn bruiloft. Ik ga dat niet. Misschien morgen. Maar wie zal het zeggen? Ik kan niet. Wat? Nee, van de twee dagen. Hoe bedoel je? Je hebt nog een andere dag een andere jurk gedragen. Wanneer? Wat? Een rode jurk. Wacht, wit aan de zijkant. En zo over dingetje aan de overkant. Ja, dat. En dat was om Katja te zien, ja. Dat klopt. Maar toen hebben we haar niet gezien. Scheelt ook weer, toch? Ja. Ja, precies. Nou, even op zoek naar de auto, maar daar zijn we toch alweer bijna. Dus. Meneer, ik zal maar uitkijken als met jouw mooie ster in je achterbak. Inderdaad, met je mooie ster in je achterbak. Zoals Ro het altijd zou zeggen. En Ro die heeft het zwaar met tillen. Maar het is heel zwaar. Ja. Ook handig. Nou, we zijn bij de auto aangekomen. We gaan even inladen en we gaan naar huis. Nu al de kust.
Geen mesje. Oh. Deze moet in de was. Lady ligt. Huh? Kijk, Lady ligt. Daar. Sweetie is daar. En Lady gaat naar buiten. En ik heb lekker gegeten. Want wij hebben net lekker TP gegeten. Dus Turkse pizza. Maar ik zit vol. Lekker wel. Nou, ik lig heel even op bed. Ik heb het steenkoud. Ja, dat is het leukste als je namelijk reuma hebt. Dus ik lig heel eventjes op bed om even een beetje op te warmen. Een spelletje doen. En dan over een kwartiertje, half uurtje. Dan ga ik er weer uit. Ja, en Roos eventjes weg. Nee, die heb ik nog niet aan de telefoon. Want anders had je me gehoord. Yep. Nee, dus ik ga eventjes bijkomen. En dan check ik jullie later. Of jullie mij. Oké, mag dat? BPT2 doet er eens wat aan. En daar staat BPT2. En hier liggen de mijnen. Lekker op balkon. Heerlijk op balkon. Het is namelijk donker. Het is nu al iets van, mag ik niet liegen, hoe laat het is. Het is nu al, dames en heren, 8:30. Ja. De dames liggen lekker op balkon, lekker op de uitkijk te kijken. Kijk eens hoe mooi uitkijk. Nou, er is geen bal aan. Nee, er is geen bal aan, hè? Erbij? Aslopen. Blijf. Zo. Lof, ik ga hem toch even pakken voor jou. Nee, los. Kom, daar. Happen. Gewoon los. Hier. Weer zien, wijfie. Thanks. Lekker een bak vol met spaghetti, mensen. Ga eens even deze kant op staan, schat. Ik denk even iets meer zien. Goed zo. Gaan we eten. Is oké.
even een stukje uit elkaar. Nee, is oké. Nee, kom. Even die kant op. Jij ook een stukje deze kant op. Zo. Allemaal, vooral zij gaat helemaal die kant op. Zo. Wauw. Je maakt herrie, meid, met die bak, hè? Zeg maar het moet ook schoon. Lekkere meiden. Leed, nee, nu nog niet. Lady, nee. Nee, nog niet. Doe dat maar even nog niet, schat. Nou, klaar. Nee, Beauty is goed. Beauty, ga maar eten. Is van jou. Is van jou. Doe maar. Het is oké. Het was niet tegen jou. Kom, Beauty, kom eten. Nee, kom maar. Beauty. Beauty. Yes, voor jou. Beauty, kom eens hier. Yes, voor jou, hè. Nou, Ro ben ik aan het bellen. Ja, dat was je al. Er heeft iemand bijna haar bak leeg. Oké, hoe doen ze dat? Is goed, hè, meisje? Ja, doe maar, het is oké. Goed zo. Nee, ik heb er dan over een speciaal hondje. Hou hem alleen vast, wijfje. Goed zo. Het is oké, hè. Goed zo, je hebt maandag leeg, hè? Hey. Lekker, hè? Hé. Hey. Spaghetti is lekker, hè? Nee? Je kan de beelden terugkijken, hoor. Scheelt weer. Ga jij praten dan? Om wat ga jij praten? Geen idee. Doe maar, is ze goed, hè? Ben je al onderweg dan? Oké. Okay. Inladen nog wel. Met wat? Met banaan. Zo. Ik was van banaan. Oké. Okay. Hè? Huh? Oké. Okay. Het is oké, meisje. Zit je echt vol? Als je niet meer hoeft, hoef je niet, hè? Want je hebt echt een hele hoop op. Dit had jij in het begin nog niet eens opgekund, meisje. Het is oké, Leed. Pak maar. Pak maar. Want ze hoeft niet meer. Het is oké, want ze gaat zelfs in de mantel zitten. Want ze zit vol. Is goed, hè, Leed. Goed zo. Mama Lady eet het nog wel verder op, hoor. Ja, mensen, zoals jullie zien, heeft er iemand weer een hele grote mijlpaal behaald. En dat is Beauty. Want in het begin dat we haar kregen, kon ze heel weinig op. En wat jullie nu hebben kunnen zien, heeft ze behoorlijk een bak leeg. En ja, een beetje vruchtentraantjes. Hé, kom eens hier bij mama. Kom eens hier dan. Jij hebt het goed gedaan. Kom eens hier. Kom hoog. Nee. Lof, opletten. Anders wordt het zo voor je neus weggekaapt. Hey. Je bent braaf.
Nee? Je bent braaf. Dus ja, ik had net eventjes een paar vruchtentreintjes, omdat ik gewoon trots was op die kleine meid. Echt waar. Ze doet het zo goed en ze gaat nou zelfs bedelen bij de zus. Jutti. Ga maar kijken hoor. Kom maar. Jutti. Kom maar. Kom dan. Jutti, kom eens hier. Ga je bedelen bij je zus? Hoe doe je dat? Kijken. Ga maar kijken. Nee, kom eens hier. Beauty. Kom. Ga kijken. Ga kijken bij je zus. Kom maar. Het is oké. Ja, dat mag. Ook hier. Ga kijken. Ga kijken. Nee. Beauty, kom eens hier. Ga kijken bij de pak. Ga kijken. Beauty, lady. Lady, niet alles is voor jou. Doe maar, lady. Love. Beauty, sorry. Doe maar. Het is oké. Het is oké. Beauty. Het is oké. Want jij hebt net al een behoorlijk wat op dame. Laat maar kijken. Hier. Is oké. Is oké, maar als je niet hoeft, hoef je niet, hè? Laten we dat echt liggen, wat daar. Ja, ja, en dat stukje. Zoenige zieltjes. Als je niet hoeft, hoef je niet toe, schat. Helemaal niet erg. Lady. Oh, oh, oh. Ben je ook weer vol, wijfie? Ja, heeft het gesmaakt? Ja, nou, dat is mooi. Hoor, ja. Ja, dat is mooi. Nou, mensen, ik heb ook wat gekocht. Ja, dat wil ik jullie even heel graag laten zien. Want we hebben vanmiddag even bij de Mall of the Netherlands geweest. Ik ben sowieso niet geslaagd met kleding. Dus we moeten even zo eens kijken straks, als we weer thuiskomen, van wat voor kleding ik wel ga doen. Maar, ik ga een leuk kleurtje in mijn haar doen. Dat is leuk. Hier een plukje zo, daarom. Of een beetje, ja, is gewoon grappig. Waarom niet? Maar ik laat het jullie even zien. Ja, tada! Kijk. Ik heb dus blauw gekozen. Van L'Oréal Paris Color Casta Washout. Ik vind het meer dus blauw. Ja, en dat ga ik dus straks even uitproberen, want er is wat in de buurt. Dus ja, dat ga ik straks even doen samen met jullie. Nou, dat dus ga ik dus straks doen samen met jullie. Is leuk, hè? Handig. Ja, ach ja, maakt niet uit. Nee, maar hier in Leidschendam-Voorburg hebben we dus de vliegdagen. Dus daar gaan we ook zo even naartoe. Dat is 3 dagen. Het begint vanavond en de 20ste, 21 en 22ste. Dus ja, gezellig. Dus daar gaan we even sowieso naartoe. Dus misschien neem ik jullie wel gezellig mee. Dus dit wordt een lange vlog, dus ik doe hem in 2 delen. Sowieso. Ja, alles handig toch? Vind ik van wel. Ja, ik weet niet of ik heel erg zichtbaar ben. Volgens mij niet. Boe. Maar wij lopen dus nu in Voorburg. En ja, zomer aan de Vliet. Dat is dus eigenlijk de Vlietdagen. En net eventjes een maatje van ons gesproken. En we gaan nu naar Leidschendam. Toch? Ja, Leidschendam. Om even daar te kijken wie daar uithangt qua beveiligers. Een hele goede nacht allemaal. Namens Ro en mij, ik en Ro,
willen wij jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan het riedeltje met alle vier dingen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja, reactie achterlaten. Ja. En weet jij hem? Ik er niet, even op dit moment. Maar jij vast en zeker wel. Nou, dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Toch? Ja, tot morgen. Doei.